Bent u echt tegen? Tegen het vergoeden van deze vorm van sekszorg? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat we alleen medisch aantoonbaar werkende zorg moeten vergoeden. En dat dat in dit geval niet opgaat. En dat het daarnaast heel erg lastig wordt om te selecteren wie daar dan een beroep op mogen doen of niet. Ja. Er is namelijk ook onderzoek gedaan dat seks goed zou werken tegen de klachten die passen bij een depressie. Ieder jaar is 10% van de volwassen Nederlanders in Nederland depressief. Waarvan een aanzienlijk deel tussen de 18 en de 35. Waarvan je dus aan kan nemen dat ze wellicht ook wel een actieve seksdrive zouden hebben. Moeten we al die depressiepatiënten dan ook de mogelijkheid bieden tot sekszorg? Je komt gelijk op een hele grote glijdende schaal terecht. Waarvan ik denk, ja, daar moeten we wel even over na gaan denken. Voordat we het aan één groep aanbieden. Want dan kunnen we erop wachten dat een paar weken later mensen met spandoeken voor de Tweede Kamer staan. Wij willen ook. Maar waarom mogen we dan nee zeggen tegen die mensen als we wel ja hebben gezegd tegen die anderen?